Ik kan niet voor mezelf zeggen dat ik vind dat iedereen altijd een condoom moet gebruiken. Ik ben Jurgen, ik ben 35 jaar en ik leef zo'n 8 jaar met HIV. Ik ging gewoon naar de GGD voor een SOA-test. Omdat ik had een waarschuwing gekregen van iemand dat hij een SOA had. Dus ik ging dat doen, was eigenlijk ook al tijd, want dat was wel best wel lang geleden. En uiteindelijk bleek dat de SOA waarvoor ik gewaarschuwd had, die had ik niet. Maar er werd wel een HIV-sneltest gedaan. En die bleek positief te zijn. Ja, het leven met HIV is eigenlijk voor mij niet zo heel erg veel anders dan leven zonder HIV. Het is er natuurlijk en zoals ik al zei, je hebt het beter niet. Maar ik heb er eigenlijk geen last van. Ik moet één keer in het half jaar naar het ziekenhuis om mijn waarde te laten controleren. Ik schrik iedere dag bij het eten een pil. Maar qua concrete impact op mijn leven houdt het daarmee eigenlijk wel een beetje op. Op al mijn profielen staat dat ik HIV-positief ben. Als het om seksuele contacten gaat, dat er zeker wel mannen zijn die zich daardoor laten afschrikken. Of dat nou stigma is, of onwetendheid of angst, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan niet voor mezelf zeggen dat ik vind dat iedereen altijd een condoom moet gebruiken. En condooms zijn een hele effectieve manier om HIV te bestrijden, dat weten we. Het is gewoon niet zo zinvol om alleen maar daarop te zetten, omdat we weten dat dat op dit moment ook niet gebeurt. We hebben jarenlange preventiecampagnes gehad, alleen maar gebaseerd op condooms. Dat was eigenlijk ook de enige manier en daar hebben we ook ontzettend veel aan te danken. We weten ook dat condoomgebruik afneemt. Dan kunnen we wel blijven roepen, het moet, het moet, het moet. Maar we weten dat dat niet gebeurt. En we weten dat het ook niet werkt om alleen maar dat te blijven roepen. Dus we kunnen HIV alleen maar indammen met een gecombineerde aanpak. Dus door al die manieren die er zijn, PrEP, PEP, treatment as prevention en condooms, om die samen in te zetten. En als mensen die goede informatie hebben over de manier waarop ze zichzelf kunnen beschermen, dan kunnen ze op basis van die informatie zelf de keuze maken die bij hen past.